De frikandel van de toekomst. Geitenfrikandel speciaal. Wat gaat er in de frikandel? In de frikandel gaat er geit. Dus in feite, we hebben 3 melkgeiten gekocht bij Harman Anki in Makkum. En die hele geiten zijn eigenlijk in de frikandel gegaan. Dus alles wat er aan vlees aan zit, wat er aan organen in zit, er zit een klein beetje nier in, er zit een klein beetje lever in. En het vet van de geit is erin verwerkt. Dat mengen we met eieren. En dan wordt het eigenlijk een beslag, een deeg, zoals de slagers ook hun gehakt noemen. En van dat deeg maken we frikandellen. Dus hier zijn de frikandellen in spe. Het lijken nu gewoon rode rollen, zijn nu nog rauw. Gaan we morgen stomen. De dag daarna gaan we ze allemaal snijden en dan zijn ze klaar voor verwerken. Ja, dit jaar is het thema de snackbar van de toekomst. Ja, en dan ga je een beetje in die richting denken natuurlijk van hey, wat is een snack? En kunnen we het ook van een dier maken waar we eigenlijk veel van over hebben, van een reststroom. Want nu gebruik je eigenlijk al vlees van dieren die speciaal gefokt worden ervoor. Maar we hebben heel veel dieren in Nederland die we eigenlijk weggooien. Als we daar nou ook snacks van gaan maken, dan gaan snackbars ook mee in de duurzaamheid. Ik heb net de lenteijs gesneden. Wij gaan ons frikandel speciaal maken. En dan zijn ze klaar voor het festival.